Ongeveer 16.000 mensen hebben afgelopen weekend het driedaagse foodfestival Eten op Rolletjes bezocht. Geholpen door het redelijk goede weer, ondanks de slechte voorspellingen, konden ze behalve eten en drinken ook kijken en luisteren naar theater en live muziek. Eten op Rolletjes reist de komende maanden nog langs 6 steden. En de organisatie zegt volgend jaar graag in Hilversum terug te komen. Zoals je ziet is het erg warm bij de grill, maar het is buiten ook erg lekker. Dus ik denk dat het een mooie dag gaat worden. Hoe is het hier in de Poffertjeskraam? Warm. Echt gezellig. Een lekkere pannenkoek? Ja, heerlijk. Het is heel lekker. Wat voor pannenkoek is het? Het is een crêpe. Nou, mevrouw, wat heeft u hier voor kraampje? Wij hebben een caravan waaruit wij verse mini-doos verkopen met de machine die ze vers maakt. En koffie en thee. Meneer, mag ik wat vragen? Ja, heel kort hoor, want ik heb een lekker broodje. Ja, dat zie ik. Wat voor broodje is het? Kip. Jullie hebben de 24 Kitchen Award gewonnen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, vorig jaar zijn wij geselecteerd voor de categorie zoet. Dus in de categorie zoet zijn wij van alle foodtrucks winnaar geworden van de 24 Kitchen Award. De inzamelingsactie voor het MH17-monument ter nagedachtenis aan de 15 Hilversumse slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne is in volle gang. De gezamenlijke kerken deden zondag een oproep aan de Hilversumse bevolking om te doneren voor deze herdenkingsplek, die gedomineerd zal worden door zonnebloemen. Pastoor Jules Dresme, die zich veel heeft beziggehouden met de opvang van nabestaanden, sprak erover in de Vituskerk aan de Emmastraat. We hopen vooral dat nabestaanden, net als de zonnebloemen, hun gelaat nog weer kunnen wenden naar de zon, zoals zonnebloemen dat doen, en warmte opvangen. En zo mag ook het monument zelf beduiden waar we het voor neerzetten, namelijk voor de 15 gestorvenen. En aan de wijze waarop de zonnebloemen worden gestileerd zal te zien zijn om wie het gaat. De volwassenen die zullen worden uitgedrukt doordat de steel langer is en doordat de bloemen open zijn. En de jongeren, daar zal de steel korter van zijn en de bloem wat meer dicht. Maar voor de kinderen zal de steel het kortste zijn en de bloem nog dicht in de knop als het jonge leven. En ze staan ook als gezinnen bij elkaar in het grip van zonnebloemen op het hart. Daar waar de gezinnen en de anderen, het oude echtpaar en de student verzameld zijn. Want ze kwamen gezamenlijk omlaag en zijn gezamenlijk gestorven. En zo staan ze daar bij elkaar. En we ontdekten bij het maken van de tekeningen dat de bloemen van de bladeren van de zonnebloemen lijken op harten. Daarom zijn die nog nader gestileerd, om daarin uit te drukken dat we in liefde met hen verbonden willen zijn. En ze staan bij elkaar. En zo mogen we ze daar neerzetten, zodat ze opnieuw leven voor ons. Er wordt een bank bij neergezet van graniet. En op de achterkant van die bank komen de namen te staan van de 15 slachtoffers en hun leeftijden. En het is nog altijd ontroerend en om van te schrikken hoeveel jonge levens met dat drama verloren zijn gegaan. Die namen staan op die bank en aan de zijkant komt te staan MH17 en Gravobo en 17 juli 2014. En als je zit op de bank, dan zit je enige meters op afstand van het monument. En u heeft de namen achter u. En we zitten als het ware tussen de namen en degene die de namen beduiden in de zonnebloem. Om daardoor weer opnieuw erbij te zijn, met hen verbonden.
De nabestaanden die wilden per se dat het monument zou komen op de plek waar leven was. Niet ergens achteraf, maar daar waar mensen komen. Op een plek waar kinderen spelen, waar oudere mensen misschien rondwandelen, waar jongeren hangen, waar misschien honden lopen. Daarom wordt het neergezet in het Dudokpark tegenover het raadhuis. Het krijgt een plek te bieden van het leven, opdat zij leven zullen met de nabestaanden. En zo mogen we daar dat monument oprichten, als een teken en als een herinnering. De nabestaanden hebben ook gevraagd van destijds hebben we ons zo enorm gesteund gevoeld door het meeleven van zoveel mensen. Hun steun in de vorm van bloemen, van optochten, van stille tocht, van kaarsjes, van kaarten, van noem maar op. En ze zeiden, is het niet mogelijk dat misschien de Hilversumse burgers opnieuw zouden kunnen bijdragen, zodat zij u kunnen zeggen, het is ook een beetje van ons, wij leven met jullie mee. Dat hebben we overgenomen. En daarom zijn in de voorbije periode contacten gelegd met het bedrijfsleven, met scholen, met sportverenigingen, met de kerken. De Raad van Kerken ook. En daarom is vandaag in alle kerken de collecte voor dit monument, om hen erbij te halen. Voor sommige Hilversummers is het misschien wat kinderachtig speelgoedgedoe. Maar voor de organisatie en de deelnemers aan de modelbouwbeurs N Schaal, die dit weekend in de arena voor de eerste keer in Hilversum werd gehouden, is het een volwassen hobby. Het gaat dan niet alleen om treinen, maar om alles wat er omheen bij hoort. RTI Hilversum maakte een impressie. We staan op de N-beurs in Hilversum, de arena. Ik heb hier iemand naast me staan, een van de organisatoren van die N-beurs. Hij kan mij vertellen, wat is N? Wat is model N? Ja, Michel. Ik weet dat jij zelf ook treinenhobbyist bent, maar dan ja, half klopt. Nul. Ja. Heb je een half nul autootje bij je? Ja, die heb ik. Laat eens even zien. Dit is half nul, hè? Ja. Nou, dit is nou N. Zie je het verschil? Een stukje kleiner. Dit is 87 keer kleiner als de werkelijkheid. Dit is 160 keer kleiner als de werkelijkheid. Dat betekent dus dat een trein van 16 meter is in miniatuur maar 10 centimeter. We staan bij Mark Veerman. Mark, goeiedag. Goedendag. Jij hebt iets speciaals gemaakt, hè? Ik ben momenteel bezig om de Gooise tram weer nieuw leven in te blazen. De Gooise moordenaar? De Gooise moordenaar. In model. In model N? In N-schaal. Daar zijn toch geen modellen van? Maak je dat helemaal uit de hand? Ik maak het helemaal uit de hand op basis van tekening die ik heb gekregen. Mark, waar kijken we nu naar? We kijken nu naar de tekeningen. Die uit een boek komen en die helemaal verschaald zijn naar de N-schaal. Zodat het voor mij makkelijker was om te rekenen welke maten ik nodig had. De Gooise stoomtram zien we hier. De gele lampjes is voor de indicatie hoe de wissel staat. Als ik hier een wissel omzet, zie het lampje meegaan. Ja. En ook als op de baan de wissel eventueel met de hand omgezet, gaat het lampje ook mee. Ja. En de knopjes om de spanning aan of uit te zetten op de spoor. Een van de organisatoren is de heer Lubbers. Hans Lubbers van N-Sportstof Ribbit uit Lochem. Ja, hoe kom je er zo bij om dit te organiseren? Nou, wij organiseren dit al jaren en in dit geval doen we het met z'n drietjes. Wie? Met Martin Domburg van Domburg Train Support en Micha Horendoor van 9mm Shop. Dus allemaal commerciële mensen die met N-spoor modeltreinen bezig zijn. Was de vraag naar? Ja, u heeft zelf gezien hoeveel mensen hier lopen, dus ik denk het wel, hè? Ja, het is een hobby die onder veel mensen leeft. Het is een mooie technische hobby. En iedereen kan daar zijn ei in kwijt.
Want er wordt vaak gezien als speelgoed, als treintjes, maar dat is het niet, hè? Het is absoluut geen speelgoed. Nee, er wordt vaak denigrerend over gedaan. Opa Vlodder, hè, met zijn petje op en zijn... Nee, dat is dit echt niet. Dit is techniek. We hebben te maken met modelterreinen. We hebben te maken met digitaal vaak, met schakeltechniek. Computers daaraan, nee, daar kunnen we geen speelgoed noemen. En de mooie designs erbij, huisjes, ja, autootjes, weggetjes. Ik ben al een tijdje hier binnen, dus u heeft het gezien. Ja. Dus ja, voor ieder wils. Dit is de eerste keer in Hilversum, hè? Zo'n modelbouwbeurs. Ja. 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 Komt er wat u betreft nog een vervolg op? Het is zo druk, dat moet wel. Een op de 8 nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp heeft ernstige psychische problemen. En meer dan de helft van de mensen die daarover onderzocht zijn of ondervraagd zijn, zit in het gebied waarin dat kan gebeuren. Dat hebben rouwexperts vastgesteld. Zonder op de persoonlijke situatie van de mensen in Hilversum in te gaan, maar het kan haast niet anders dat deze problemen ook in Hilversum moeten spelen. Ja. Schrikt u daarvan eigenlijk, van die cijfers? Eigenlijk niet, want ik sta er nog dicht genoeg bij om te weten dat die mensen hier ook, dat gaat nooit meer over. Dat zijn natuurlijk zulke rampzalige ontwikkelingen geweest, hele gezinnen weg. Dat is denk ik de kern van het probleem, dat het niet één of twee, maar dat het vaak 3, 4, 5 in één keer, dat is gewoon te groot voor een mens. Dus daar kan je niet mee omgaan. Nee. En dat is ook logisch. Daar bent u ook nog steeds intensief mee bezig om dat te begeleiden? Ja, ik zie die mensen het enige regelmatig, ja, zeker. Niet wekelijks, maar ik heb komende vrijdag nog weer contact. Nogmaals, niet om elke, op persoonlijke situaties in te gaan, maar ziet u die problemen dan ook groeien? Of ziet u ze aanwezig zijn? Nou, ik vind dat de mensen zich heel kranig houden, maar ze hebben natuurlijk ook misschien voor mij niet dat ze alle luikjes openzetten. Maar ik zie ook wel aan de mensen, de grootouders vooral, dat die toch wel, ja, die zijn ontroostbaar. Het leven gaat door en die mensen gaan ook door. Dus dat vind ik eigenlijk heel knap en moedig. En af en toe dan, we gaan natuurlijk ook nu weer werken toe naar dat monument van 17 juli. Dat vinden ze allemaal een enorm prestatie van de mensen die dat mogelijk maken. Dat geeft hen ook moed en dat willen ze zelf ook erg graag en ze zijn ook wel trots op dat Hilversum dat voor elkaar krijgt. Maar ja, zo werk je samen aan die verwerking toch ook. Ja, ja. Zoiets helpt dan ook in het proces van de verwerking. Ja, omdat ze dan straks eens op dat bankje kunnen gaan zitten en dan kunnen kijken naar die zonnebloemen. En dan hun gedachten kunnen laten gaan. En dat is, daar lopen we nu in voorop. En dat is plezierig, want het Nationale Monument dat laat toch nog even op zich wachten. Zoals iedereen weet. We zijn wel heel druk ermee. Het is echt fingers crossed dat het op tijd klaar is. Ja, is dat zo? Nou ja, het is een hoop werk. Die bronsgieterij, die 15 zonnebloemen, die zijn er niet zomaar. En die zijn, dat zijn mooie. Ik heb er nu een paar gezien, maar het zijn prachtige exemplaren. Okay. Dus dat kost tijd. Ook dat moet dan, wat moet daar nog mee gebeuren dan? Dat moet, Die moeten zich met elkaar verstaan. Ja. Ook nog. Het is een groepje van 15. Het zijn geen losse dingen, maar het zijn ook met elkaar zijn ze iets. En dat is natuurlijk ook het mooie ervan. Ja. De bladeren zijn met elkaar verbonden. En ze hebben verschillende hoogtes vanwege de leeftijden van de mensen. Ja, ja, daar had pastoor Deresmee het zondag ook over in zijn toespraak in de kerk. Ja. Die verschillende hoogtes die de leeftijden symboliseerden. Ja. Ja. Goed, dit helpt dus. Ondertussen blijft u die mensen wel monitoren of met ze in gesprek. En als ik het niet doe, dan is Jules Dresmee, de pastoor die u net noemt, die is er ook heel druk mee. En ze zoeken elkaar ook wel op, er zijn nog wel verbanden. Ja. Enkele Hilversumse winkeliers zijn het zat, zo ook aan het CNA-plein. Al jaren hebben ze last van fietsers die door de winkelstraat scheuren, terwijl de regel is dat je af moet stappen. In samenwerking met de gemeente wordt het daarom nu overdag gewaarschuwd. Maar of het werkt? Mag je niet fietsen? Meneer, u mag hier niet fietsen? Iedereen is hier al heel lang bezig, al 13 jaar. Worden geterroriseerd door de scooters en de fietsers. 13 jaar? Ja, nou ja, we zijn nu blij met deze. Ik hoop dat het werkt. Waarom bent u nou afgestapt? Omdat het hoort. Waarom stapt u nou af? Nou, ik heb geen zin in een bekeuring.
Dat, doe je, dat weet je vanuit jezelf toch, dat je hier niet gaat fietsen als er allemaal mensen lopen. Maar dat betuttel altijd met die fietsen of met die borden en de joh, hou op. Nou, ik vind er zijn nog zo vreselijk veel verkeersborden. Moet het hier ook? De mensen weten toch? Kennelijk niet. Nou ja, ze houden zich er gewoon niet aan. Ik denk dat dat het punt is. Toch? Maar is dit een oplossing? Een goede oplossing? Of denkt u bekeuren die hap? Ja, waarschuwen en bekeuren. Nee, ik zit ze elke dag buiten, zolang als ze niet op... In Hilversum is woensdag het eerste hondenreisbureau van Nederland geopend om meer avontuur in het leven van de Nederlandse hond te brengen. Het is ook een oproep aan de baasjes om meer te bewegen. Goed voor mens en dier. En dan ook samen op vakantie gaan. De pop-up store blijft een maand in de Kerkstraat. Presentator Sebastian Labrie en zijn hond Woef zorgden voor de kick-off. Hoe laat jij je mond uit, Sebastian? Zo? Ja? Nee, ik ben altijd wat ik zei. Ik heb sinds kort ook een kleine. Dus ik vind het dan heerlijk, dan gaan we lekker met het gezin erop uit. En je hebt bijvoorbeeld de Hilversumse Meent. Dan kun je onwijs lekker wandelen. Maar je hebt ook lekker van het strand, hoewel ze dat uiteindelijk saai vinden, grappig genoeg. Maar hij is ook heel erg van het zwemmen, dus ik moet voor hem sowieso ergens een plek hebben waar ik kan zwemmen. En de kleine die moet zoveel mogelijk konijnenburgten leeg scheppen. Dus ik ben altijd gewoon naar verschillende bossen aan het gaan, velen, vind ik ook te gek. Ja. Dus hoe wandel ik met ze, vooral plekken waar ze vrij kunnen zijn. Boef gaat officieel dit reisbureau vandaag openen. Daarachter hangt een touwtje met een snack. Zodra Boef die op heeft, is de Adventurous Travel Agency geopend. Ja, ja. En bij deze is de winkel geopend. Het eerste hondenreisbureau van Nederland. Waarom? Goeie vraag. Wij hebben een hondensnack geïntroduceerd die Adventures heeft. En dat heeft ons er eigenlijk een beetje toe aangezet om te denken, ja, hoe avontuurlijk is het leven van een hond in Nederland eigenlijk? Dus we hebben een onderzoekje gedaan waarbij we Nederlandse hondenbezitters hebben gevraagd, nou, hoe laat je je hond uit en hoe vaak doe je dat? En daaruit bleek dat de meeste Nederlanders wel keurig hun hond 3 keer per dag uitlaten. Dus dat is hartstikke goed. Echter, het is wel vaak hetzelfde blokje rondom het huis of in het park. Dus niet vaak naar het bos of naar het strand. En daar dachten we, nou, daar kan wel wat meer avontuur in. En om mensen eigenlijk wat te inspireren, dachten we gaan een reisbureau openen. Waar mensen ook echt een vakantie kunnen boeken met hun hond. Want we merken ook dat dat wel van veel mensen een bezwaar is. Dat is moeilijk, het is gedoe, weet je. Je moet een plek vinden, dus reizen. Dus wij gaan dat aanbieden en daarmee hopen we mensen ook een beetje te inspireren om wat meer avontuur voor zichzelf en voor hun hond in hun leven te krijgen. Ja. Nou zitten we hier in het Gooi. Ja. Is dat nog een speciale reden om dat dan hier te doen? Want in het Gooi, ja, wij hebben hier bos en hei, ja, en het stikt hier van de hondenbezitters. Ja. Nou, dat was al een hele belangrijke reden. We wilden natuurlijk een plek hebben die een beetje centraal ligt, waar veel mensen met een hond wonen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk honden zien de komende maand. En we denken dat juist de mensen in het Gooi misschien ook wel een goede inspiratiebron voor andere hondeneigenaren zijn. Dus daarom hebben we ook een Facebookpagina geopend waar mensen echt over met elkaar kunnen gaan praten over, nou, wat doe jij allemaal met je hond? Uiteindelijk willen we ook het dagelijkse leven wat avontuurlijker maken en niet alleen een weekje vakantie per jaar. Met de open atelierdagen dit weekend wordt de kunstmaand in Hilversum geopend, georganiseerd door Art Hilversum, Rabobank en gemeente. Zoals ieder jaar is er een speciale route, want je kunt weer door heel Hilversum terecht. In Museum Hilversum is het werk van voornamelijk Hilversumse kunstenaars te bewonderen. We hebben nu net een tentoonstelling ingericht met werk van 42 verschillende kunstenaars. Dat is een megaklus, want je denkt als je het binnenkrijgt, hoe maken we daar één geheel van? En uiteindelijk zijn we met alle professionals zijn we bezig om te distribueren en om de boel goed op zijn plek te krijgen. En dan zie je ineens dat het toch een eenheid wordt. En dat is wel heel bijzonder. En wat is die eenheid? Kun je dat omschrijven? Ja, dat is toch een beetje de synthese die je probeert te krijgen tussen vorm, kleur en inhoud, om te zien of je dat bij elkaar kunt krijgen. Dus we zoeken heel erg naar de subtiele interactie tussen de verschillende kunstwerken, zodat ze allemaal goed tot hun recht komen. Sterker nog, het geheel is meer dan de som der delen. Mijn kunst is heel divers. Ik werk enerzijds heel strak, anderzijds heel los en heel
primitief eigenlijk. En in mijn losse werk probeer ik zoveel mogelijk emotie te brengen. Mijn strakke werk is een heel ander verhaal. Daar zit ik op uren op te werken om de lijnen te laten vloeien en in elkaar over te laten lopen. Maar hier speelt emotie een grote rol. Dat zien we bij het werk hier, ja, achter klopt. Jou. Ja. Het is heftig. Het is mijn eerste reactie als ik het zo zie. Ja, het is net hoe je het interpreteert. Je kan het natuurlijk vertalen naar de wereld van nu. Er gebeurt heel veel. Er zijn aanslagen, er zijn aardverschuivingen. Er gebeurt van alles. Maar het zou ook een gewone gevallen vrouw kunnen zijn die om hulp roept van help me op. En wat ik belangrijk vind, dat is dat mensen elkaar een beetje troosten. Nou, hier staan objecten van hout, van strandhout. Ik ben eigenlijk oorspronkelijk schilder en graficus. Ik schilder en nog steeds ook heel veel. Maar ik heb hier nu gekozen voor houtobjecten, houtobjecten gemaakt van strandhout. Strandhout, dus ja. Dat heb je gewoon gevonden? Ja, ik heb het. Dit is hout uit Kreta. En daar ga ik iedere zomer heen, daar werk ik ook veel. En nu heb ik, naar aanleiding van hout wat ik daar gevonden heb, heb ik een aantal objecten gemaakt. Leuk. Vertel eens iets over bijvoorbeeld het object wat nu rechts van jou staat. Ja, dit is een object wat ik eigenlijk heb gemaakt als een soort monument voor alle asielzoekers. Het is hout uit Kreta, dat heeft in de Middellandse Zee gelegen, op het strand geworpen. Daardoor is het zo wit uitgeslagen, helemaal natuurlijk geloogd. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk iets met dat hout wat uit de Middellandse Zee komt, ook iets met, nou ja, wat we weten wat daar allemaal is gebeurd, met alle, of nog steeds gebeurd en nu weer opnieuw, met alle verdronken vluchtelingen. Ja. En vanuit dat idee heb ik eigenlijk een soort monument gemaakt van, dit zijn allemaal namen, onleesbare namen, omdat we vaak niet weten wie er allemaal liggen en een soort verbinding tussen, ja, je zou kunnen zeggen, misschien wel hemel en aarde, er zit een ladder in en die, dit is ook eigenlijk ja, als een monument. Ik doe als fotograaf doe ik eigenlijk twee verschillende dingen. Enerzijds reis ik veel, dan leg ik eigenlijk ja, gewoon de werkelijkheid vast en schrijf ik daarbij verhalen. En als ik in Nederland ben, dan maak ik zelfportretten. Dat doe ik al sinds de tweede van de kunstacademie, dat heb ik in Breda gedaan. En dat gaat eigenlijk heel erg over het vangen van enerzijds schoonheid. Ik hou heel erg van mooie dingen. Maar ook het vertalen van een gevoel, van iets wat in mijzelf is. En daarom is het eigenlijk ook van cruciaal belang dat ik het zelf ben. Want het is mijn binnenwereld die ik eigenlijk als het ware naar buiten breng. Ja. Dat is wat het is. Ja. De winnende voordracht, het winnende verhaal, is geschreven door Aysha Mohammed. Aysha Mohammed van de Goorse Praktijkschool heeft de schrijfwedstrijd voor veteranen gewonnen. Aysha schreef een brief over haar eigen ervaring als vluchteling. Van jongs af aan wilde ik een militair worden. Dat kwam door mijn opa, omdat hij een politieagent was. En dat vond ik heel leuk. Maar door de oorlog in mijn land durfde ik dat niet meer te zeggen. Daarom ben ik gevlucht naar Nederland. Ik hoop dat deze brief u informatie geeft hoe belangrijk u bent voor mij en voor kinderen over de hele wereld. Dank u wel. Aysha was een van de 10 kanshebbers om de schrijfwedstrijd te winnen. Wat ons aansprak uit de brief was de erkenning en de waardering die wij kregen als veteraan. Van jullie, van diegene die de brief heeft geschreven. Maar vooral wat mij zelf persoonlijk raakte was, ik heb wel eens momenten gehad dat ik twijfelde van ja, heeft de missie zin gehad? Heb ik daar wel het juiste kunnen doen waarvoor ik heen ging? En die brief gaf mij de hoop, maar ook de overtuiging dat ik dat zeker heb gedaan. Dat wij daar hebben gedaan wat we daar kwamen doen. Dag Aysha, ik heb de brief die je hebt geschreven aan alle militairen in Nederland gelezen.
en ik was erdoor geraakt. Het verraste me hoe een jong meisje zoals jij, nog niet eens zo lang in Nederland, in hele gewone begrijpelijke taal je waardering uitspreekt van al mijn collega-veteranen en dus ook van mij. Dat doet ons goed. Door dit soort initiatieven weten wij weer waarom wij ons werk doen. De klas van de winnaar reist met de leerkracht op 25 juni als VIP naar Den Haag voor de Landelijke Veteranendag. Ze mogen in de ridderzaal zitten waar ook de koning en de minister-president aanwezig zijn. En in september mag de hele klas een vlucht maken in de historische Dakota.